Toen ben ik na 10 minuten gewoon maar heel erg boze dingen gaan opruimen. Ik ben gewoon toe aan iets nieuws. Dat is nu helemaal de kop van het artikel geworden. Ik vind het echt geweldig. Oh, de wereld zet is vrij vol. Maskertje van de Body Shop. Die ga ik vanavond wel even gebruiken. En er zit natuurlijk nog een briefje in. Ja, het is een gerecycled papiertje. Ik accepteer mezelf zoals ik ben. Ik sta open om te leren. Ik mag mij ontwikkelen en van gedachten veranderen. Ik mag fouten maken. Het hoort bij het leven. Ik groei elke dag. Oké, ik weet niet wat het is, maar ik heb echt ontzettend veel moeite met... Nou, ik weet wel wat het is. Dat het hartstikke donker en koud is. Ik heb gewoon echt veel moeite met opstaan in de ochtend. Dus ik was ook om 9:15 ging ik mijn bed pas uit. Terwijl ik om 9:00 moest werken. Dus ik heb even snel een matcha latte voor mezelf gemaakt. En ik ben even aan het werk gegaan. Maar ik moet nu nog ontbijten. En gisteren zag ik deze in de winkel. Ik weet nog dat ik dit een keer voor het eerst at thuis bij mijn vader. En ik vond dat zo lekker. En ik heb het heel lang niet gegeten. Maar ik werd wel enthousiast toen ik het zag. Het zijn beschuitbollen. Ik weet niet of je die kent. Ik ga er eentje eten. En dan doe ik de ene helft denk ik met jam. En de andere helft met een gebakken eitje. En... ik denk dat deze peertjes net rijp zijn. Ik wil gewoon heel graag een peer. Dus ik ga hem wel eten. En ik mag ook een van deze openmaken. Nummer 8. Hier val ik dus door de mand dat ik deze van tevoren opneem. Dat ik hier de 10 heb opengemaakt. Als deze video online komt op de 10e. Maar vandaag ga ik de 8e openmaken, want het is de 8e. Happy Go Lucky Heart. En dat is groene thee met gember, limoengras en citroenschil. Klinkt lekker. Oh, je ruikt het eigenlijk ook meteen. Groene thee, citroen, maar dan fancy. Zo blij truiend met deze trui, vindt het. Trouwens. Zo blij trouwens met deze trui, vindt het. Maar echt, I am in love with dit. Wacht, ik zal hem even showen. Hij is lekker super oversized. En ik ben helemaal into oversized deze winter. Want het is gewoon comfy en warm. En je kan gewoon lekker zo... de voorkant... de achterkant. Dit ding heb je misschien wel eens in beeld zien komen vaker. Als je je afvraagt wat is dit gedrocht. Dit is een oude lamp met tape. En met die tape zit dan de selfie stick eraan vast. En ik kan dan mijn telefoon zeg maar zo erin zetten. En dan kan ik hem boven de tafel zetten. En zo maak ik timelapse filmpjes wanneer ik schilder. Dus ja, het is niet een hoog standje qua interieur, maar het is heel functioneel, zelf geknutseld en ik heb er heel veel plezier aan. Dus die zie je wel eens in de achtergrond staan. Soms probeer ik hem stiekem wel een beetje uit beeld te houden ofzo, maar ja, nou ja. Grappig hè, hoe we toch dan weer bezig zijn met hoe we overkomen, ook met hoe ons huis eruit ziet, dan heel eerlijk. Als ik een stukje op bureau ga filmen, schuif ik toch even alle rommel aan de kant. Ik weet het niet hoeft, maar zo zijn we gewoon of zo. Ja. Oké, en ik ben geïnterviewd voor de bassist een tijdje terug. En die komt volgens mij volgende, ik weet niet precies wanneer die uitkomt. Maar hier heb ik al de koffer gevonden op het
internet. En er staat... Irene van Aarde wil graag een vlammenwerper. Helemaal aan het eind van het interview toen we het over goals hadden. Van wat wil je nog? Wat zijn nog je dromen wat basgitaren betreft? En toen zei ik helemaal op het einde ineens nog... Oh wacht, ik was naar een concert geweest van Fall Out Boy. En Pete Wentz, de bassist, had een vlammenwerper. Dat wil ik ook wel. En dat is nu helemaal de kop van het artikel geworden. Ik vind het echt geweldig. Ik hoop toch echt dat deze droom ooit waarheid wordt. Dat ik op het podium mag staan met een vlammenwerper op mijn basgitaar. Dat is toch... Ja, dat is toch... Wacht, ik ga een foto laten zien. Pete Wentz vlammenwerper. Ja, dit. Dit wil je toch? Ik wil dit. Wat een grijze, regenachtige dag is het vandaag. Ik wil wel graag buiten wandelen, maar ik heb nog niet echt de moed verzameld. Terwijl het volgens mij best lekker kan zijn met paraplu. Ik ga even een smoothie maken. Dat is mijn ding de laatste tijd. En deze week maak ik de smoothies met mango, spinazie, boerenkool en banaan. En zoals je ziet zit ik aan het einde van mijn groentetjes. Dus na deze smoothie is het weer tijd voor een nieuwe smoothie soort. Had ik gezegd dat ik er amandelmelk in neem? Ongeduldige mensen herkennen dit. In het pak knijpen, zodat het er sneller uitkomt. Voor de wetterad zet is vrij vol. De storm is zo delightful. Let it snow, let it snow, let it snow. Het sneeuwt echt een heel klein beetje. Nou, die vlokken worden steeds een beetje groter. Nee, kijk dan. Ik zie het. Ik heb hier ook een ramen. Oh, ja. Wauw. Ik kan er echt ontroerd door raken. Over mijn hele lichaam krijg ik al kippenvel. Oh, oh mooi, ik vind zo lief. Nou, dat heb ik ook. Ja, die kerstliedjesvideo is net online gekomen. En volgens mij is het wel echt een van mijn lievelingsvideo's. Maar ik zou hier echt een item van een uur of twee uur over kunnen maken. Er zijn zoveel mooie kerstliedjes. Do you hear what I hear? Zo prachtig. Zeker als een koor hem zingt is die echt mooi. Maar je hebt hem ook van Glee. Die is ook top. Oeh. Ja. Zo, allemaal even aandacht voor dit meesterwerk. De kaneel die er omheen zit is vanuit artistiek oogpunt. Zeg ik het zo goed? Oh, hemel. Ja. Eet smakelijk. Ik ben bezig met een zoete aardappel snijden. Dat ziet er nou wel heel treurig uit naast dat van jou. Ja, hè? Ja. Je moet eten leuk maken, mensen. Ja, je eet altijd leuk, hoor. Ja. Ik doe altijd een beetje zo, een beetje een sprinkeltje of een dingetje en zo. Dat is wel waar, ook met soep en zo doe je altijd wel ja, toppings. Gewoon, ja, dat is gewoon leuk. Dan kijk je ernaar, het oog wil ook wat, hè. Het is allemaal één groot brein. Eén groot brein? Ja, volgens de Hindoes hebben we 4 breinen. Of nee, 16 breinen. Heel je lichaam is ook een brein. Je lichaam heeft meer geheugen dan heel je hersens bij elkaar. Handje nootjes heb ik ook. Ik heb niet zoveel inspiratie. Jawel. Ik heb wel inspiratie. Crackers. Met hummus en aioli. Daar heb ik wel echt zin in. Ik wilde dus, heel goed, in mijn pauze even naar buiten. Maar op bijrader stond dat het de hele tijd ging regenen.
En nu schijnt de hele tijd echt al super hard de zon. Maar ik kon dus een paraplu niet vinden. En toen ben ik na 10 minuten gewoon maar heel erg boze dingen gaan opruimen. Dat is er ook weer uit. Nou, ook fijn dat dat gedaan is. En ik heb tenminste eventjes niet met mijn ogen achter de computer gezeten. En nu ga ik lekker mijn crackers eten en straks mijn zoete aardappels. Oké, ik ben buiten zonder paraplu. En ik kan hem echt niet vinden. Waarschijnlijk ben ik hem kwijtgeraakt. It happens. In de tram laten staan. Ergens laten staan. Ik heb echt geen idee. Dus ik ben nu echt tussen de buien door. Dus ik ga een nieuwe paraplu halen en boodschappen doen. En dan op de terugweg heb ik hem waarschijnlijk nodig. Maar ik ben buiten. Oké, de batterij is bijna leeg. Gaan we kijken hoe ver we komen. Ik heb boodschappen gedaan. En ik ben heel blij, want de miso-pasta was voor 3,50 zelfs nog een hoop geld. Maar normaal zit het echt 5 euro of zo, dus ik koop het niet zo heel vaak. En nu is het 3,50 en de houdbaarheidsdatum is nog zo... Wow, wat is er bij de buren aan de hand? Lichtflitsen. Maar dit is een hele lekkere basis voor sauzen en soep. Dus dat is heel chill. En de nori snacks waren ook voor maar 2 euro. En de noedels waren ook voor maar 1,50. Dus dat is bij elkaar al een halve maaltijd. Broccoli, verse munt, appeltjes, paprika, komkommer, afwasmiddel, niet onbelangrijk, en... een van mijn meest favoriete chocola. Chocola met sinaasappel. Nom 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 nom. Lekker. Oké, ik heb dus weer een TikTokje gemaakt. Het is vandaag de 8e. Dus niet als die online komt. Ook wanneer je mooie stappen aan het zetten bent in herstel, kun je een dag hebben dat het ineens allemaal slecht voelt. Dat kan best beangstigend zijn, want je was toch zo goed bezig en is het nu dan allemaal voor niks? Maar iedereen is wel eens een dipdag. Dat kan gebeuren. In plaats van hard tegen te vechten kun je het maar beter accepteren. En wees dan vooral een beetje lief voor jezelf. Oh, ik vind het zo cringy als ik dingen voorlees. Maar it's for a good cause. Ik kan er zelf echt niet tegen om mijn stem... Ik heb het met vloggen, met gewoon praten dus helemaal niet. Maar met zo... Dit is echt voorgelezen. Ja, ik vind dat... Ik kan er niet zo heel goed tegen. Wat ik dus heb is... Dat ik een beetje moe ben van mijn haar. Dus ik heb bruine verf gekocht. En ik weet gewoon nu al... I don't know. Het is zo uitgegroeid. En ik weet gewoon dat ik het niet dezelfde kleur als dit ga kunnen verven. Ik denk dat een kapper dat niet eens kan. Of het vervaagt alweer na een week. Zeker niet met de semi-permanente verf. En dan... Ik ben gewoon toen niet nieuws. Hoewel, ik heb de afgelopen tijd veel bad hair days gehad. En toevallig is vandaag daar niet per se eentje van. Maar, we gaan even kijken. En ik heb dat maskertje nog. Ik ben wel excited om die te gaan proberen. Oké. Ik ben benieuwd. Het ziet er best wel bruin uit. Het is
zoals ik het verwacht, niet zo donker als mijn eigen haarkleur. Elke keer wil ik terug naar mijn eigen haarkleur na een tijdje. En dan voelt het zo niet mij. Dat heb ik heel vaak. Grappig is dat. Don't hate it. Don't love it. Oh, ik kan alleen maar naar mezelf kijken nu in dat schermpje. Ik ben benieuwd hoe het er met daglicht uitziet. Maar voor nu zeg ik en mijn timelapse station gedag en tot de volgende vlog. Het volgende dagje mee komt er al heel snel aan, want die heb ik al opgenomen. Die komt overmorgen. Maar eerst komt er nog een hele leuke video morgen met Danielle, onze hoofdredacteur, over hoe kerst voor ons nu is en hoe kerst voor ons was. Best wel fijne video vind ik dat, al zeg ik het zelf. Dus ik zou zeggen, tot morgen. Doeg!